Oh, zo leuk. Ik heb een pakket binnengekregen. Dat is van Decenio. Marco is er niet. En ik ben ongeduldig, want ik wil mijn lijst aan de muur. En voordat ik het vergeet, iets heel leuks bij deze actie. Ik mag ook een kortingscode geven. Goedemorgen, het is zaterdag. En ik heb best wel lang met Sarah op bed liggen knuffelen en kletsen en alles heerlijk wakker worden. Ik heb me gedoucht al en aangekleed. Ik heb dit shirtje aan van Nikki en deze broek. Oh, daar ging mijn standaard. Deze broek van Mango. En ik weet nog niet wat ik ga doen, dus ik heb nog geen schoenen. En dat moet ik eens proberen later ook nog te laten zien. Oh, zo leuk. Ik heb een pakket binnengekregen. Dat is van Decenio. En daar heb ik een hele leuke samenwerking mee. Ik zal eerst het pakket even unboxen. Dus dit heb ik van Decenio gekregen. Oh, het gaat even doos. Oh, het gaat open. Heel moeilijk open. Spannend. Ik heb het wel zelf uitgezocht. Maar het is toch altijd leuk als je het dan in het echt kan gaan zien. Plak in, want het is heel te dicht. En het is ook niet echt een kost die je met het tape kan opensnijden. Kijk nou. Dom, dit is echt dom. Het is een scheur, want die had ik niet gezien. Even kijken. Oeh, leuk, 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 leuk. Leuk verpakkingsmateriaal. En dit. Deze en deze. Even die aan de kant van nu. Ik heb drie hele mooie lijsten. Het zijn drie dezelfde. Dat zijn deze lijsten met een zwarte rand. Verder gewoon simpele lijsten. En dit is de 30x40 maat. En daarin, ik moet wel zeggen dat het heel netjes verpakt is. In zo'n boekje. We gaan het even openmaken. There's art inside. Dan heb ik deze hele mooie posters. En dit zijn geen van die simpele oprolposters, maar echt wel op mooi papier gedrukt. Dan heb ik deze afbeeldingen. Ik heb deze. En dan heb ik deze. Ik heb een beetje voor een rozig thema gekozen. En dan heb ik deze. En die moeten dus op deze muur komen. Ik ga ze even in de lijst doen. Nou, gaan we eens kijken of dat lukt. Wel even lange nagels. Ik druk er alles maar open. Nou, het is al echt kleurig verpakt. Dat vind ik altijd fijn, want soms bestel je dingen. En krijg binnen en dan is het niet heel netjes verpakt. En dat vind ik altijd zo zonde dan. En dit komt echt super netjes binnen. Zo. Even kijken. Dan hebben we de eerste in. Oh. Hier zit nog een folie op, zie ik. Een beschermfolie. Ik lees opeens de sticker. Nou, de andere kant ook, maar die haal ik er dan dadelijk wel af. Een grappig geluidje. Dan gaat deze er als eerste in. En wat ik altijd doe, dan doe ik dit erachter. Meestal schijnt dat namelijk niet echt door. Dan heb ik altijd zoiets, dan zit het wat steviger erin. Zo. En dan hier ook even het folie vanaf. Als dat mij lukt. Ja. Dan komt ie. Ik
En zo, dat is nummer 1. En nu snel de andere 2. Oké, ik heb ze dus af en dan zijn het dus deze 3 zo geworden. Ik vind het echt heel gaaf en ze moeten echt aan de muur. Marco is er niet. En ik ben ongeduldig, want ik wil mijn lijst aan de muur. Dus ik heb een broodje gebeld en die komt, of in ieder geval geappt. Die komt er zo aan en die komt voor mijn buur, want dit is een steenmuur. En ik kan best gaatjes boren, maar niet in een steenmuur, wel in gewoon gipsmuurtjes. Dus die komt me zo helpen. Hoe vind je ze? Leuk, vooral deze. Mooi? Ja, dat dacht ik al. Die vind jij wel mooi, hè? En we zijn gelijk naar het tuincentrum gegaan. Want dan heb ik die lijsten zo aan de muur. Mijn broodje komt pas zo. En ik wil er gelijk wat leuks bij. Ik ga sowieso voor die potten kijken. Daar hadden ze de vorige keer niet genoeg van, maar die kwamen nog. En ik wil nog iets leuks. Kijk hoe vrolijk je wordt van al deze leuke dingetjes. Al die leuke kleurtjes. Ik wil gelijk alles kopen, maar dat gaat niet. Nee, één vaas. Ja, schat, we zijn ook lopend, dus je kan het ook niet allemaal in de auto gooien. Maar ik vind het zoveel leuks. Die vaas daar is ook echt heel leuk. Nou, hij pakt de kleur niet op. Hij lijkt op Bill Berger en hij is meer roze. Het is allemaal een beetje roze. Deze hoek. We kijken of we nog iets leuks vinden. Er liggen geen dode visjes erin. Oh, wat fijn. Mijn hulp is gearriveerd. Jee, mijn lijstje gaat aan de muur. Sarah en ik hebben net gegeten. Marco is laat. Zij is van bed. Zo. Oh. Je moet... Sarah pakt altijd een klein beetje yoghurt. Nou, dat is echt yoghurt voor 10 man of zo. Je bent niet normaal. En we kijken nog heel veel een klein beetje. We kijken Glee samen, want dat is leuk met muziek en zo. Ja. En deze avond ga ik even hard aan de slag. Want ik ga mijn backups even doen. Dat heb ik een tijdje niet gedaan. En dat wil ik wel bijhouden. Ik heb al eerder verteld, zeker na die inbraak en alles, heb ik toch wel geleerd hoe belangrijk het is om het echt super goed bij te houden. En nou doe ik dat echt wel veel beter dan de meeste mensen. Maar ik ben nu bij februari dit jaar gebleven. En het is nu vandaag 1 augustus, dus dat is toch een paar maandjes.
die ik wel gedaan wil hebben. In ieder geval een half jaar eigenlijk gewoon. Dus die ga ik even allemaal doen. En dan nog even een vlog editen. Dus ja, het wordt even een saaie avond wat dat betreft. Maar het moet gewoon even allemaal gebeuren. Oh ja, en de buren hebben echt een grote barbecue. Dus het is een en al muziek. Dus ik kan lekker meedoen vanaf de bank. En voordat ik het vergeet, iets heel leuks bij deze actie. Ik mag ook een kortingscode geven. Die zal ik hieronder plaatsen. Want de kortingscode krijg ik later binnen. Dus die heb ik nu nog niet. Want anders is die verlopen als deze vlog online komt. Dat zou niet heel handig zijn. Dus die zet ik hieronder. Die geeft 10% korting op de hele site. Alleen handpicked, personalized en lijsten zijn uitgesloten. Verder kan je hem wel op de site helemaal gebruiken. En dan kan je natuurlijk ook allemaal leuke dingetjes aan de muur hangen. Dus ik zou zeggen, ga vooral even een kijkje nemen. En als je wat leuk ziet, pak die korting even mee. En nu ga ik met vierkante ogen en de herrie van de buren lekker slapen. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En als je nog niet geabonneerd bent, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je graag morgen weer. Doei doei!